Ook op de derde dag van dit WK gaat het de Flevolanders voor de wind. Kieren Badloe blijft het maar goed doen in de concurrentiestrijd met Dorian van Rijsselbergen. De Spelen komen voor hem steeds dichterbij, want hij is nog steeds de onbetwiste leider van het klassement. Ja, topdag weer. Die elf was even jammer. Hebben we de giek misgegrepen in de gijp en lag daardoor lekker in het water borstkrol te doen. Maar ik heb me goed weten te herpakken, dus dat was ook wel weer fijn. De 11 had ik ook niet verwacht. En ja, twee races in de Goldfield op je naam schrijven op een dag is, ja, is super, super gaaf. Ja, voorlopig heb je de touwtjes in handen, je hebt de regie. Voelt het ook zo? Nee, zeker niet. Ja, er kan zoveel gebeuren op zo'n dag. Ik kan morgen mijn mast breken en twee slechte races varen en ik sta gewoon weer onderaan. Dus het is gewoon lekker blijven focussen en het kopje koel houden totdat we echt inderdaad de medalrace in gaan. En ook dan nog, ja, gewoon lekker blijven varen. Als ik doe wat ik de afgelopen dagen heb gedaan, dan moet het wel goed komen. Om een ticket voor de Spelen te bemachtigen moet Badloe bij dit WK Dorian van Rijsselbergen achter zich houden. Voorlopig lukt dat. Dorian had één mindere race, 25ste. Kijk je daarna of ben je daar helemaal niet mee bezig? Nee, in de race ben je gewoon lekker je eigen dingen aan het doen. Zodra je op andere mensen gaat focussen, dan vaar je eigenlijk jezelf weer naar achter. Dan ben je te veel op anderen aan het letten en niet aan het zorgen dat je de beste race vaart. Dus op het water probeer ik gewoon lekker mijn kopje bij mezelf te houden en zo goed mogelijke race te varen. Nu nog één dag voordat de medal race gaat beginnen. Ja, ik denk dat je gewoon zo verder wilt gaan en niks veranderen, zou ik zeggen. Als dit zo doorgaat, daar zou ik voor tekenen, ja. Badloe ligt dus op koers naar de Olympische Spelen in Japan deze zomer. Lilian de Geus uit Almere hoeft zich daar geen zorgen meer over te maken. Zij heeft zich daarvoor eerder al gekwalificeerd. De Geus is in Sorrento op jacht naar de wereldtitel. Zij klom vandaag naar de tweede plaats in het klassement. Het was een redelijke battle met de top 3. We hadden weer harde wind. Dus die dames kunnen ook goed varen met harde wind. Ik denk dat we best wel dicht bij elkaar staan. Morgen wordt denk ik een spannende dag voor de medal race. En je hebt je zinnen gezet, hè? Uiteraard op de Spelen, maar en je doet dit er niet even bij. Je wil natuurlijk ontzettend graag die bronzen medaille van vorig jaar omzetten naar een gouden hier. Ja, het liefst win ik mijn wereldtitel back hier, terug hier. Dus dat zou heel mooi zijn. En ik ga gewoon mijn best doen en we gaan ons doelen morgen weer uitvoeren. Bijvoorbeeld goede starts maken en dan hoop ik dat het resultaat vanzelf komt. Lilian de Geus uit Almere goed onderweg bij dit WK in Sorrento. Na 3 dagen staat ze op de 2e plaats in het algemeen klassement. Nou, wij rijden straks naar Sorrento.